aflevering van Pretta Pregnant TV. Ik ben Janine Breukhoven-Co. En ik ben vandaag niet alleen. Ik ben met de prachtige Kelly van The House of Kelly. En onze styliste Sanne van Gestel. En we gaan vandaag een heel mooi item draaien over maternity wear. Tijdens de feestdagen met Supermom. Kelly, hoeveel weken zwanger ben je? 34. 34. Is het nou heel anders dan met de eerste? Ja, toch ja? Wel. Wat is er anders? Het gevoel is toch wel iets anders. Natuurlijk, nu hebben we Olivia gelukkig ook al in ons leven. Dus maar je bent toch wel een stuk drukker. Mm-hmm. En minder rustmomenten. Ja. En ja. En hoe omschrijf je stijl? Want nog steeds dat je de House of Kelly, we volgen het allemaal. En vooral voor je looks, die zijn altijd helemaal geweldig. Ja. Maar toch is er heel weinig veranderd, vind ik, qua jouw styling tijdens je zwangerschap. Klopt, ik probeer het ook een beetje hetzelfde te houden, omdat ik me daar het meest prettig in voel. Ja. En gelukkig is mijn buik nog een beetje qua formaat dat het... Maar je hebt wel heel veel geluk, want zo zag ik haar toen ik 12 weken was. Hè? Dat is verschrikkelijk. Dus we proberen met jurkjes en met laarzen nu iets meer focus op de jassen, tassen en schoenen eigenlijk. Is het makkelijker om zwanger te zijn in de zomer of in de winter? Ik vind het in de winter. Dat je lekker met laagjes kan werken. Ja. Hè? En hoe zouden we jouw stijl omschrijven? Hoe zouden we mijn stijl omschrijven? Toch altijd net, ik hou wel heel erg van basic kleding. Dus echt een mooie jurk, mooie items. Ik hou van witte blouses, leren leggings, leren broeken. Maar toch wel dan net met een faux fur jas erop of net met een mooie tas. Net iets andere schoenen, ja. Ja, want we hebben echt serieus, jullie moeten straks even een rondje kijken in deze kast. Echt, ik denk serieus dat je de meest georganiseerde vrouw bent die ik ken. Het is net een showroom. Sanne is hierachter al wat dingen eruit aan het halen. Want wat we vandaag gaan doen, is dat we 5 sets gaan stylen voor de feestdagen met een collectie van Supermom. En we gaan je laten zien dat je met een paar producten eigenlijk gewoon heel erg je eigen stijl kan behouden. Maar toch net eventjes die andere broek of iets, weet je, dat het allemaal wat meer comfy is. Maar dat je nog wel helemaal Kelly bent. Heerlijk. Leuk. Oké, let's go. Yeah, en vandaag is Sanne bij ons. Sanne, het is even een heel ander beeld. Want vorige keer dat we met Irene de video hadden opgenomen, was je nog hoogzwanger. Ja. Hoe is het met je, lieverd? Gaat heel goed. Ja, het gaat super goed. Ziet er ook weer super goed uit. Hij is alweer 2 maanden, dus... Niet normaal. Ja. Niet normaal. Hey, en Sanne, jij bent styliste. Jij werkt natuurlijk voor alle grote magazines. Je hebt alles gedaan. Ook alle internationale shoots. Noem eigenlijk maar op. Wat is er nou anders qua styling nu je zelf zwanger bent geweest? Want ik vind jou namelijk, weet je, jij bent altijd heel goed qua pregnancy styling ook. Zijn er dingen veranderd? Dat je denkt, nu, weet je, nu ik zelf een buik heb gehad, zou ik dit toch anders doen? Of ik zou hiervoor kiezen? Of dit juist echt laten hangen? Hoe zie je dat? Nou, het ligt echt aan je lichaam. Wat voor lichaam je hebt natuurlijk. Ik vond het gewoon heel fijn om ook veel basis items aan te schaffen. Yeah. Dus bijvoorbeeld een goede broek. Kijk, ik vind deze legging bijvoorbeeld helemaal leuk voor de winter. Ja. Yeah. Want jij hebt nu al een selectie al gemaakt, hè? Ik heb al selectie gemaakt, ja. Dit is de Supermom Party Collectie. Of dit is de wintercollectie, is dit hè? Dit is de wintercollectie, ja. Ja. En die gaan wij insteken als party collectie. Oké. Okay. Dus hoe kan je het leukste tijdens de feestdagen... Eruit zien. En nou zie ik dus dat je, dat zijn allemaal best wel donkere dingen. We zien ook mesh naar de faux furs van Kelly zelf. Ik denk dat we heel veel geluk hebben gehad met Kelly, want het is natuurlijk hartstikke prachtig. Hoef je niet even om haar aan te doen eigenlijk. Nee. En ze heeft een waanzinnige collectie. Dus daar kunnen we heel mooi mee aanvullen. Ja. Ik zie mesh. Dit vind ik wel heel spannend trouwens als je zwanger bent. Maar dat kan zij heel goed hebben. Donker of nog wel de groentinten. Velvet. Hele grote trend. Ja. En ook de basisstuks, weet je, als de inderdaad de leggings en de broekjes, net wel met de hogere band. Maar je ziet er nog steeds gewoon hetzelfde uit. Eigenlijk. Ja. Toch? Gewoon door je eigen stijl. Ja, je eigen stijl behouden. Ja, je hebt gewoon zeker je eigen stijl. En dat is het belangrijkste. Wat we vorige keer al hadden laten zien bij Irene. En dat gaan we nu bij Kelly ook laten zien. Wat zijn jouw favoriete stuks uit deze collectie? Welke stuks moet je hebben? Nou ja, ik vind wel dat je een beetje outgoing mag gaan. Ja. Dus anders, weet je, geen basis items. Dus voor mij is deze wel echt favoriet. Ja. Superleuk voor de feestdagen. Doe je hier nog een top onder? Je kan er een topje onder doen. Of, weet je, topje eronder. Colbertje eroverheen. Klaar. Niks meer aan doen. Oké, en nu hebben we dus wel echt heel erg... Kelly die is niet heel erg vol. Of in ieder geval niet heel erg groot in haar zwangerschap. Stel nou dat je wat groter bent. Want dat was ik het geval. Ik was 20 kilo erbij. Welk item moet je dan hebben? Ik zou een goede skinny. Ja. Ja. Hier heb je een mooie legging. Super leuk voor straks.
En ook weer met een smal pijpje. Ja. Super. Want je wil niet te breed worden en je mag het gewoon lekker strak. Compact. Nou, ik hou ervan. Nou, laten we aan de slag gaan. Ja. Nou Kelly, we gaan vandaag 5 looks samen met jou maken. Heel leuk. Superleuk. Jij bent al door de collectie heen gegaan, wat helemaal jouw stijl is. We kwamen vooral op dit heerlijke jurkje. Ja. Prachtige kleur voor jou. De kleur sprak me inderdaad zeker aan. Ja, heel mooi. Ja, want we hebben hem gesteld met een jasje uit je kledingkast. Mooie zwarte laarzen eronder en helemaal partyproof, zeg ik, voor de feestdagen. Dus deze look gaan we zo eventjes zien, gaan we proberen. En jij had een tik, hoorde ik. Jij houdt van deze broeken. Ja, leren leggings, leren broeken. Ja. Ideaal. Alleen ja, nu gaan ze toch allemaal wat krapper zitten, wat lager zitten. Ja. Dus deze is natuurlijk wel echt een uitkomst voor Kel. Dus dat is ideaal. Ja, superleuk. Gaan we mooi afstylen met een van jouw favoriete items. Ja. Witte blouse. En hebben deze prachtige gevonden. En die gaan we zo ook even showen. Heel leuk. Toch? Laten we om gaan kleden. Oké, San. Dus we hebben dus 5 verschillende looks. Ik vond, je hebt dus die groene met dat jasje eroverheen. Ja, ja, klopt. Dan heb je dat leren lengtje met deze beeldige blouse. Ja, dit vind ik echt een leerbroekje met een witte top. Altijd mooi, een witte broek. Ja, precies. En het is een wat oversized blouseje. Yeah. Dus hij past goed over de buik heen. En je hebt gewoon een broek die dan helemaal fitted zit. Ja, en dat vind ik wel echt jouw kracht, weet je. Is dat je dus de persoon helemaal nog haar eigen stijl laat dragen. Tuurlijk, dat is het belangrijkste. Het is wel helemaal Kelly. Ik zag ook dus een rokje met een lurex band. Ja. Ook heel erg leuk. Gaan we ook eens even kijken hoe we dat kunnen stylen in haar kast. Dit is wel een item wat je aan moet zien. Want als je, het heeft niet echt hengepiel. Nee. En wat ik ook... Maar dat heeft zwangerschapskleding sowieso niet echt. Nee. Dus je moet altijd even goed gaan passen en kijken hoe het eruit ziet. Want je hebt natuurlijk een buik en daar moet het overheen. Ja. Dus andere pasvorm. Andere pasvorm. En dat is ook wel mooi, want we hebben natuurlijk een heleboel donkere tinten. Dit is echt een partycollectie, dus dit is echt richting de feestdagen. Maar dat vind ik ook heel gaaf, want er is gewoon geen excuus meer om de joggingbroek van je man aan te trekken. Nee. Ook in deze Supermom collectie zit er een vloers joggingbroekje en die kan je gewoon overdag dragen. Uitbuiken in stijl. Uitbuiken in stijl vind ik toch ook wel een ding. En hij is helemaal beeldig, zit lekker en dan kan je ook nog knap op de bank zitten. Oh, dus ook wel lekker met een bandje eronder. Ook leuk met een lover of een sneakertje. Ja, zeker. Zit er ook een jasje bij of niet? Nee, er zit geen jasje bij. Maar gewoon lekker een t-shirtje. Een lekker t-shirtje. Of een grote trui. Heerlijk. Wel een must. Dus mooie die broek van je man, die kan sowieso. Die moet weg. Die moet weg. Oké, look nummer 1. Helemaal beeldig. Groen op groen. Ik hou er prachtig. En die kleur. Ja, die kleur. Rokt ze. Ja, helemaal prachtig. Jij hebt ze lekker over de knee-boots aan, platte. Ja. Want dat is wel fijn. En zeker hoogzwanger, gewoon platte schoentjes. Maar je kan het natuurlijk ook met bijvoorbeeld een lovertje. Ik vond hier een lover. In precies dezelfde kleuren. Lovertje, panty of een mooie pump. Ik kan van alles zoenen. Kijk, ja, en het is prachtig. Een belly look. Precies. Ja, word je hier blij van? Hier word ik zeker blij van. En wij ook, hè? Helemaal knap. Dus het is eigenlijk alleen maar 1 maternity jurkje, eigen spullen en dan ben je klaar. Precies. Okay. En zit je in stijl aan het kerstdiner. Nou, we gaan over op look nummer 2. Look nummer 2. Oké, en we gaan naar look nummer 2. Yes. Oh, vertel. Nou, we hebben eigenlijk 2 items van Supermom gebruikt. We hebben de broek, de legging. Een favo van Kelly. Je favorietje, Gestyled met een mooi enkelaarsje. Superleuk, met glitters voor de feestdagen. En we hebben deze top, deze mesh top erop gedaan. Ja. Kelly, hoe voel je in deze... Moutjes, echt als mezelf. Echt als mezelf. Zit het ook lekker? Ja, het zit echt heerlijk. Het ziet er echt beeldschoon uit. Echt waar. Echt te knap. Ja, echt heel mooi voor de feestdagen zo. En nou heb je er nog een glitterlaarsje onder gedaan. En niet een al te hoge hak. Nee. Maar hier kan ook nog een fletje onder. Tuurlijk, een fletje. Of een plat laarsje. Of een laars, kan er ook overheen. Want het is natuurlijk een legging, dus dat kan allemaal prima. Ja, mooi. En ook helemaal jou. Ja, absoluut. Dat is het belangrijkste. Absoluut. Super. Oké, look nummer 3. Sam, wat heb je gedaan? Ja, we hebben het rokje van Supermom gebruikt. We hebben hem, het is een rokje voor onder de buik. Maar wij, trek hem maar even omhoog, vinden hem dus leuker
over de buik. Wat het ook makkelijk kan hebben. Ja, maar ik begrijp wel als je geen taille hebt, dat je hem eronder draagt. Maar als je juist een taille hebt, vind ik het mooier. Om het te benadrukken, ja. Uit. Ja. En dat is nog ook nog een tip van jou, hè? Deze zijn niet van Superman, maar wel van Noppies. Ja, het zijn goede, hele goede panties. 20 denier. Houd dat in gedachten. Dat is het allermooiste. Je hebt extra ruimte bij de buik. Dus ja, wat meer ondersteuning. Dus dat is helemaal perfect. En wij vinden het mooi over de buik. Ja. Het staat gewoon even wat chiquer. Met een velvet laarsje eronder. Ook mooi. Kooltruitje. Een stocking. Bodystocking is het. En... En klaar. Good to go. Ja, toch? Echt een look van Less is More. Gewoon heel simpel, maar super knap. En je kan het ook nog weer helemaal aankleden met mooie accessoires. Maar absoluut. Good to go, toch? Ja, zeker. Nou, op prachtig. Nummer 4. Ja, Kelly, we hebben een velvet momentje, hè? Yes. Nou, kijk, helemaal leuk voor de winter. Een van de grootste trends natuurlijk. En we hebben hem mooi gesteld wat stoerder met een enkelaarsje, een stut en je hebt lekker over je schouders een faux fur heen gegooid. Dacht ik. Hoe voel je je hierin? Ja, heel goed, absoluut. Zit lekker. Hij is lekker zacht. Lekker. Ja, kan zeggen. Dus dat is ideaal. Mooie panty, de Noppies panty. Ja. En, voelt hij goed? Ja, heerlijk. Ja, goede ondersteuning. Lekker, ja, wat hoger natuurlijk. Ja. Dus ideaal. Ja. Lekker ingepakt. Nou, superleuk. Dan gaan we over naar look 5. Oké, look nummer 5. En de laatste look. Little black dress mag niet ontbreken voor de feest. Nee, absoluut niet. En we hebben eigenlijk even iets anders gedaan. Want dit is een top. Ja, maar het was een beetje een gekke top. Want er ontbrak hier iets. We hebben hem omgetoverd tot een jurkje. Maar kijk eens hoe leuk. Helemaal chic. Prachtig. Dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk die rok met die band hebben we eronder gezet. Ik zal het even laten zien. Ja, kijk zo. Eens. En nu heb je hem omgetoverd tot een mooi jurkje. En ik vind het eigenlijk ook dat hij een perfecte lengte heeft. Zo, vind absoluut, je? Absoluut. En hij is sexy. Chic. Sophisticated. Sophisticated, helemaal ready to party. Nu met een mooie pump eronder. Ja. Wat vind je hier nou van? Zou je dit dragen? Ja, dit is wel... Zo is die echte Kelly look. Ja, absoluut. Toch? Ja. En je kan lekker uitbuiken. Je hebt genoeg ruimte in ieder geval. Onze tips voor de feestdagen. Schaf een goede broek aan. Ja, en ga zeker voor deze mooie variant. Helemaal mooi met een witte blouse. En een pump eronder. Helemaal klaar om te gaan Heerlijk. Voor de feestdagen. Ja, tip 2. Schaf een goede jurk aan. Nou, die Kelly aan heeft bijvoorbeeld, hebben we turned over tot een little black dress. Deze variant. Of ga voor de trend velvet. Toch? Allemaal mooi. En tip 3, een goede top. Ja. Nou, wij vonden deze helemaal mooi, hè? Ben je toch sexy met de feestdagen natuurlijk, hè? Kanten top, prachtig erbij. Ja, absoluut. Jongens, het was hem alweer een nieuwe aflevering van Pretta Pregnant TV. Ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt opgedaan voor de feestdagen. Kelly, dankjewel voor alles. Jullie bedankt voor alle tips. Beeldschoon model was je. Ah, waarschijnlijk wel zitten. Nou, je hebt nog een paar weekjes te gaan en dan mag je weer je gewone garderobe in. Yes. Sanne, dankjewel voor je tips. En ik hoop dat we nog heel veel mooie video's met jou mogen absoluut, maken. Absoluut. Zin in. Ja, toch? Ja. Dan vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en dan zien we elkaar heel snel terug. Bye! Doei!